morning, welkom bij deze nieuwe vlog. Het is maandag en we gaan beginnen. Ik ben even mijn was aan het opvouwen, want ik heb gisteren de hele dag lekker lopen wassen. Helemaal lekker. En dat hang ik altijd helemaal apart uit hier in de woonkamer. Maar bijna alles is droog, dus ik denk ik vouw het even op. Het is een nieuwe dag, het is maandag. Vandaag heb ik een thuiswerkdagje, want ik ga de YouTube vlog editen. Ik moet nog even snel een campagne filmen. En nog iets ook doen voor Brit. Dus dat ga ik doen. Ook ga ik vandaag heel even kijken wat ik morgen mee kan gaan nemen qua lookjes. Omdat ik morgen eerst mijn nagels ga doen. En daarna ook met Mark nog shoot in Utrecht dit keer. Alleen hebben we niet zo heel veel tijd. Althans, ik heb niet heel veel tijd omdat ik mijn nagels ga doen. Dus we gaan even twee lookjes gewoon dedicated even shooten. En dan zijn we klaar. Dus dat is op zich super chill. Dus eigenlijk best wel een leuke week voor de boeg. Want ik heb ook nog woensdag de opening van het Wondermuseum X Nickelodeon voor de SpongeBobkamer. Ook heel veel zin in. Echt super leuk. En dat is lekker van 4 tot 6. Weet je, dat zijn toptijden. Van 4 tot 6 is echt amazing. Want je bent best wel op tijd thuis. En ja, gewoon lekker. Maar ja, weet je, ik ga jullie gewoon meenemen. En we gaan het gewoon zien. En dan komt het helemaal goud, hè? Komt helemaal goud. Oké, ik sta op het punt om Holland's Next Topmodel te gaan kijken. Want het is maandag, dus dat is natuurlijk nu helemaal een nieuw ding. En ik heb het daar vorige week nog helemaal niet over gehad. Maar ik kijk het, omdat ik Holland's Next Topmodel altijd echt een heel leuk programma vind. Maar, where is the inclusivity? Like, it's not there. En ik zag in de vlog van Pascal gisteren dat hij het er ook over had gehad. Maar honey, there is no curvy model. There is no plus size model. There is like almost no black color. I mean, er zijn wel wat verschillende huidkleuren, maar sure. Where is the trans people? Like, ja, ik vind er wat van. Ik vind er wat van. Ze waren echt, ze hebben een curvy seizoen gehad ook. Dat zei Pascal gisteren ook. Waar Joanne ook aan mee heeft gedaan. Wat echt nu echt een schat is. Maar, honey. Ja, ik vind er wat van. Ik ga het wel kijken, want ik ben heel benieuwd. Bijvoorbeeld, ze hebben nu ook de makeovers. En heel vaak wordt het dan, zie je best wel dat het een model wordt. Maar toch, sceptisch. Oh, mensen zullen echt denken dat ik door een identiteitscrisis ga. En nou ja, misschien is dat ook wel zo. Want ik ben klaar met mijn haar. Ik haat mezelf zo erg. Maar ik heb weer zin om te millimeteren. Ja, ik heb er toch weer zin in. Weet je, ik heb mijn pruiken gehad. Ik heb ze nog steeds trouwens, dus als ik erg. Ik denk, dat kan ik altijd nog weer terug. Maar, weet je, het is nu ook een lengte. En tuurlijk moet je door stadia heen. Maar ik kan er niks mee. Mijn haar is zo dik. En dan denk ik, ja, wil ik echt lang haar? Niet per se, want dan zet ik wel een pruik op als ik dat wil. Nou, en zo goed is dat nou ook niet bevallen. Weet je wat het ook is? Ik hecht echt geen waarde aan mijn haar. Dat is dus ook gewoon een ding. Vroeger heel erg. Nou, het was panisch om naar de kapper te gaan. En sinds ik toen meer dan 2 jaar geleden de keuze heb gemaakt van, joh, ik ga het millimeteren, bla bla bla. Sindsdien, I never cared about my hair. Het is nu gort, droog en dood. I don't care. I don't care. En gemillimeterd is altijd een slee. Hanekam heb ik ook gehad, dat ga ik echt niet meer doen. Als geen slee. Maar weet je wat het ook is? Ik weet gewoon nooit wat ik wil. En dat is prima. Maar nu zit ik allemaal foto's van mezelf op te zoeken waarin ik gemillimeterd ben. En denk, oh, work. Echt een slee. I mean, hallo? Sure. I mean, work. I mean, slay. Dus, weet je, ik heb er allemaal ideeën. Word ik moe van mezelf? 100%. Kijk, hier was het ook wel een slay. Dit was zaterdag. En dat is ook wel gaaf, maar heel veel werk. Heel veel gel. Ah, ik kan hem echt doen alsof ik twijfel. Maar ik weet gewoon dat ik
100% die tondeusje er weer overheen halen. Oh, ik haat mezelf soms zo erg. Maar weet je, het is ook mijn leven. Ik wil het ook gewoon naar mijn zin hebben. Oh. Ik was helemaal vergeten het voor de vlog te filmen. Dat ik dit aan het doen was. Ik ben er helemaal een TikTok van aan het maken. Maar ik ben weer kaal. En nu moet ik het nog even fine-tunen. Want ik had het eerst even met 9 mm gedaan. Even kijken wat ik daarvan vond. Maar ik ben toch over nu naar de 6. Dus ik moet er even helemaal goed over mijn hoofd heen gaan. Want anders ga ik allemaal dingen missen. Nou, daar ligt ze. Ja, love het wel weer. Ik ben toch wel weer fan. Ja, maar ik heb deze haarlook zo lang gehad tot dit... Ik ken mezelf gewoon zo. Dit is gewoon no surprise. Ja, ze is er gewoon weer. Even die deur dicht, staat een beetje gek. Maar ja, ik ben er weer. Haar is er weer af. Helemaal raaf. Ja, kijk, weet je wat ik al vertelde? Ja, I don't give a fuck about hair, to be honest. Weet je, tuurlijk wil ik dat ze er leuk uitziet en dat ik me er fijn mee voel. Maar of dat nou kaal is, of dat nou langer is, ja... Maar me eigenlijk niet heel veel uit. En het is natuurlijk super makkelijk. Dus ja, dat is op zich wel lekker. Ja, je ziet gewoon weer even helemaal lekker gezicht. Dat is toch ook wel weer fijn. Helemaal zo Doja Cat voel ik me nu. Ik heb ook al dat ding wat ik moest inleveren voor Brit, heb ik ook al vanochtend meteen gedaan. Maar dan moest ik op de computer. En zo meteen ga ik dan even mijn make-up doen en dan die campagne filmen. Dat moet ik op doen. Voor NYX is die campagne. Dus daar heb ik op zich wel veel zin in, want dat is voor een blush. Dus die ga ik lekker filmen. En eigenlijk heb ik die blushkleur nog nooit gebruikt bij mezelf. Dus daar heb ik wel zin in om even mee te spelen. Nou ja, en natuurlijk vlog editen. Dus ja, we gaan gewoon even er een rave dag van maken. Ik zit ook nog steeds elke dag, 2 keer per dag, mijn tattoos in te smeren. Maar eigenlijk weet ik niet of dat nog echt nodig is. Want ze zeggen altijd 3 weken, maar volgens mij zit ik daar al overheen. Dus ik doe het nog heel eventjes, maar in principe is volgens mij niet meer nodig. Maar het kan natuurlijk sowieso geen kwaad om het heel even in te smeren. En dat even te verzorgen. Nou, ik had net weer iets. Ik heb laatst al, nou, ik denk dat het bijna 2 weken terug is, panties besteld. Bij Heaven and Hell heet het of zo. En ik denk dat het dus uit het buitenland komt, misschien Amerika. Ik heb geen idee. Maar dat pakketje is nog steeds niet binnen, wat ik heel raar vind. Geen track and trace gekregen, heel vreemd. Maar nu kreeg ik ook al, toen ik in het hotel zat, ik moet ondertussen mijn lippen doen. Toen ik in het hotel zat in Rotterdam, kreeg ik al een melding dat ik nog extra verzendkosten moest betalen voor het pakketje. Of voor een pakketje. Ging echt om 1 euro, dus ik dacht, oké, prima, dus ik dat doen. Maar het werkte niet, bla bla bla. Nu kreeg ik net een sms dat het pakket al bij het postkantoor ligt. Maar ik moet nog wel die verzendkosten betalen, maar ik moet binnen 24 uur het ophalen, want anders is die weg, bla bla bla. En het ging dus om 1 euro of zo. Dus ik heb dat nu betaald. En nu zou ik nog een mail krijgen. Ik heb nog niet gekeken of ik die mail had, want ik ging meteen refreshen. Maar dat kan natuurlijk een paar minuten duren. Dus ik ga zo even kijken. Maar het staat dus gewoon bij een postkantoor. Is PostNL, DHL. Maar volgens mij is het een pakketje van FedEx. Dus dat ga ik heel even opzoeken. Waar dat nou precies geleverd wordt. Want dan... Kan ik even kijken welk pakketje het is. Maar eigenlijk kan het alleen die panties zijn. Dus ik vind het gewoon heel gek. Maar ja, het postpunt waar ik denk dat het ligt, die is pas om 3 uur open, zag ik al. Maar ik ga toch heel even kijken nu waar jullie bij zijn. Of ik een mail of iets heb ontvangen. Ik heb ongewenste mail. Nee, dit is toch gek. Jouw FedEx, de zending kon niet worden bezorgd. Als u de verzendkosten niet betaalt binnen 24 uur, kan uw pakket... Maar ja, die heb ik dus nu betaald. Ik denk dat ik maar gewoon PostNL... want hij kan ook niet bij de apotheek liggen, want dan heb je een code nodig.
Dus hij zal dan waarschijnlijk bij of DHL of PostNL liggen. Dus nee, ik fiets straks dan gewoon erdoor. En dan zal ik het wel horen en zien en geloven. Oké, de video staat erop. Ik heb een video gemaakt over de paarse blush. Ik weet niet of ik dat nou net vertelde, geen idee. Maar ik ga dus nu even wachten tot het 3 uur is. En dan ga ik gewoon naar het dorp fietsen. En dan ga ik het gewoon even zien. Ik ben gewoon heel benieuwd omdat ik het zo'n raar verhaal vind. Maar ik zal jullie er mee nemen. En als ik dan daarvan terug ben, ga ik beginnen met de vlog editen van de weekendvlog. Want ja, dat moet natuurlijk ook gewoon lekker gebeuren. En ik zie dat mijn camera opgeladen moet worden. Dus dat ga ik nu ook even doen. Oké, ik snap het niet. Ik vind het heel vaag. Er staat dat 2 uur geleden dat pakket geleverd moet zijn. Maar er staat dan weer niet bij waar. Want ik heb het via shop besteld. Maar dan zou ik dus hier moeten zijn. I guess. Maar dat is het niet. Dus ik ga heel even de buren vragen of zij een pakketje hebben. Ik snap er helemaal niks van. En anders moet ik toch maar naar door. Maar... Nou, ik zie net mijn buurman aankomen fietsen. Dus ik kom er meteen heen. Ik zeg, joh, vraag je, ligt er toevallig een pakketje van me bij jullie? Nee. Maar hij keek me echt aan. Zoals Halloween was. Hij schrok zich helemaal de tyfus. Dus hij keek me echt aan van, what the fuck? Toen dacht ik... Ik ben al jaren, nou ik denk minimaal 10 jaar al, je buurvrouw. Hallo, hier ben ik, welkom. Sure, oké, dan ga ik me toch maar aankleden. En dan gok ik dat het bij DHL ligt, I guess. Want het is 2 uur geleden geleverd, maar dat vind ik dus heel irritant aan de shop app. Heb ik echt net gedownload. Kan ik dus niet zien waar het is geleverd. Er staat alleen 2 uur geleden geleverd. Ja, maar waar? Nobody is telling me. Ik vind het heel irritant, maar oké. Oké. Well, niet in het dorp. Ik kom echt net terug en het ligt dus niet in het dorp. En elk pakket moet afgaan. Maar terwijl ik daar dus elke keer zat te wachten dat ze voor mij gingen checken wat super lief was. Hè? Iedereen heeft me super lief geholpen om te kijken. Maar daar lag het niet. Toen kwam ik ineens verder in de app. En het ligt dus in Amsterdam. Waarschijnlijk. Thank you. Ik moet heel even kijken hoe ik dit ga oplossen. Want ik krijg helemaal tia. Het ligt dus in Amsterdam. Wat kan. Maar daar ben ik niet. Dus nu moet ik kijken hoe ik ze ga informeren over dat dat niet klopt. En dat het naar mij toe moet verzonden worden. YouTube video is geëdit. En ben ik aan het uploaden voor op YouTube zelf. Dan staat hij maar gewoon online. Dat hoef ik morgen niet meer te doen. Maar... Mijn moeder kwam thuis en ze had dus blijkbaar mijn Insta en ze nog niet gezien. Meestal ziet ze dat altijd super snel ook op werk. Dus ik kwam thuis nou echt zegt ze, jezus. Ja, ze was weer even helemaal in shock dat ik mijn haar de belf had gehaald. Ze zegt, je bent ook niet goed, hè? Ik zeg, nee, klopt. Maar dat weet je al. Ja, dat klopt. Nou, helemaal leuk. Dus ik ga dat nu even doen. We gaan zo eten. En dan moet ik nog even kijken wat ik aangedoe morgen voor de shoot. Ik ga 2 lookjes doen. Ik heb eigenlijk nog geen idee. Outfit 1 die ligt lekker klaar. Helemaal gezellig en hysterisch zoals ik natuurlijk ben. Dit licht doet niet heel veel goed voor me. Maar ja, ik ga nu mijn make-up eraf halen. Daarna even een koffietje doen beneden. Het is lekker 7:30, dus ik ben echt super op tijd. En dan daarna even kijken wat de volgende look gaat worden. Want dat moeten we even checken. Dit heb ik toevallig gehaald. Had ik inspiratie. Maar zul je zien, heb ik dat straks niet meer. Maar gaat zien. Dat moet even één kieken. Moeten we even kijken, ja. Wat voor een dikkie. Ja, make-up er lekker af. Oh, zin in. Ik heb heerlijk Sex in the City aanstaan. En een outfit. Dit is de volgende outfit die ik heb klaargelegd met de Adidas jumpsuit. This skirt over with the belt, with the fur boots. En ik denk dat dit de hele look is. I'm not sure. Ik twijfel of ik iets moet toevoegen, maar ik zou even niet weten wat. Dus ik laat het gewoon voor nu even zo. Ik ga nog heel even kijken wat ik wil toevoegen. Ik weet wel dat ik een zwarte lip erbij wil bij deze look. Dus ik heb mijn zwarte liquid lipstick al in mijn tas gedaan. Want dan kan ik dan, als ik morgen eerst begin met bijvoorbeeld alleen een zwarte liner en just nude inside. En daarna kan ik hem fully black maken. Dan heb ik ook weer een hele andere lip voor op de foto's. Dat is ook wat chill. Dus ik denk dat ik hem hierbij laat. Good morning. Ik ben zo moe. Oh my god, mijn wekker ging om 7 uur. Het enige wat ik dacht was, nee.
ik viel bijna meteen weer in slaap. Maar ik heb het uiteindelijk weten even lekker te douchen en alles. En skincare en nou ja, alle gedoe. Dus dat is me gelukt. Het is nu iets over 7:30. Dus ik ga me nu make-uppen. Ik moet om 8:30 klaar zijn. Want ik ga dan naar Rienne toe. Om 9:00 moet ik daar zijn. Maar 8:30 wil ik even ontbijten. Want mijn nagels worden weer gedaan. Echt, dit was heel gezellig. Maar vandaag gaan we weer echt hysterisch. Rienne heeft echt weer 3 uur de tijd voor mij. Dus dat is altijd zo lekker. Dan kan ik weer elke nagel een andere print. En ik zit er dus aan te denken om vierkant te gaan. Dus dat ze het niet superveel af hoeft te halen. Maar dat ze het gewoon vierkant wil kan maken. Zit ik aan te denken. Ik heb eigenlijk heel lang gezegd dat ik dat echt heel lelijk vind. Maar nu zag ik het weer laatst bij iemand. Toen dacht ik, oh, ik ben toch wel weer fan. Hè, je weet met mij nooit. Nu ga ik dus even in de make-up. Naar Rienne de shoot met Mark. Dus het wordt echt een hartstikke leuke dag. Maar ik moet echt even wakker worden. Well, the make-up is make-upping. Het zit er weer op. Voor mijn ogen ga ik even niks doen. Want daar heb ik geen zin in. Ook echt geen tijd voor, to be honest. Maar ik ga een bril opzetten. Gewoon mijn normale bril. Maar voor de foto's waarschijnlijk een zonnebril. Dus dan hoef ik dat niet echt per se te doen. Nu ga ik me aankleden. Koffie. En Rienne. Oh, ik ben me aan het aankleden. En ik voel het totaal niet. Ik heb dit gisteren klaargelegd. Maar het is gewoon echt niet de fit. Maar het is 8:30. Ik moet echt opschieten. Dus ik denk dat ik nu de tweede outfit die ik heb uitgekozen maar aan ga doen. En daar maar voor ga, I guess. En dat ik maar 1 outfit gewoon ga shoot vandaag. Oh mijn god. Complete error. Oké, dit is de tweede look. Maar die voel ik ook helemaal niet. Maar ik ga even mijn spullen inpakken. Ik ga het gewoon doen. Ik ga snel koffie drinken beneden. Ik hou dit wel even aan. En ik ga even met Mark overleggen of het überhaupt nu het waard is om naar Utrecht te gaan. Ik zit weer helemaal in mijn hoofd. Ik zit weer helemaal in... Prima, we gaan naar de nagels. Oh, nou, daar zit ik hoor. Ben ik ook overbelicht? Hallo, doe even normaal. Ik had het er net met Mark over. Ik schiet gewoon... Niet huilen. Make-up. Ik schiet gewoon helemaal vol. Omdat ik gewoon dan helemaal... in een stress raak over die outfit. En dan denk ik, godverdomme. Ik zie er niet. En dan voel ik het gewoon niet. En dan denk ik, ja, dan kunnen we beter ook niet gaan shooten. Maar Mark die zegt, weet je, ik heb niks gepland. We kunnen ook gewoon rustig gaan lunchen. Oh, Mark is echt het allerliefste. En dan denk ik, ja, ik trek het gewoon niet om nu... Ik zit even naar achter voor die make-up, sorry. Ik weet niet of ik dit nu trek, maar ik zei al, ik ga even gewoon naar Rienne voor mijn nagels. Dat zit letterlijk achter mijn huis. En dan ga ik heel even tot rust komen. Oh. Dan kijken wat ik wil. En wat ik trek, want misschien dat ik ook denk, ja, dan moet ik ook weer helemaal naar Utrecht. Puur voor lunch. En ik weet dat Mark het allemaal echt niet uitmaakt. En dat vind ik zo chill. Maar het is gewoon... Dan voel ik me weer schuldig. En dan, nou ja. Ellen, ik ga snel die koffie drinken. Want ik moet zo naar Rienne. Maar... Nou, ik heb de koffie al weggegooid. Want die was niet zo lekker. Misschien had ik er gewoon niet zoveel zin in. Oh, Mark, je hebt... Nou ja, ik mag wel een nieuwe jas aan. Dat is toch leuk. Ik haat mezelf soms zo erg. En vooral op zulke momenten. Dan denk ik echt. Waarom kan je niet gewoon een keer normaal doen. En je niet zo druk maken. Maar ja, welkom in mijn leven. Ik hoef echt maar 2 minuten te fietsen. Maar mijn vader zei dat het echt heel koud was. Dus ik doe toch mijn handschoenen aan. Want zo'n miepert ben ik nou ook wel weer. Oh, ik ben gelukkig wel weer wat rustiger. Ik ga gewoon rustig even kijken. Mijn nagels doen. En dat vind ik gewoon fijn dat Rienne letterlijk hierachter woont. Dus dat is super chill. 3 uur zitten, gewoon chill, genieten en gewoon dat. En dan ga ik tijdens daar ga ik even beslissen wat ik ga doen. Of ik nog wel naar Utrecht ga, puur om even gezellig te lunchen. Of dat ik denk, ik moet even thuis blijven, zoals niet doen. Je hebt morgen ook alweer een afspraak in Amsterdam en zo. Dus ik moet heel even kijken. Nou ja, goed verhaal, lekker kort. Kijk, en ook de rol. Voor de Pink Panther. Vind ik
Die denk ik wel mooi. Mm-hmm. Met dit. Ja. En dan zwart. Ja. De En Vogue. Ja, en NK Candy Floss. Ja. Oh. Ja, dat ik wel niet naam komt. Love it. We zijn even alle designs aan het bespreken. Even alle kleuren pakken. We gaan even helemaal lekker gek. Ik ben weer thuis. Ik ben nog even snel naar Albert Heijn gefietst. Maar mijn nagels zijn klaar. Oh my god. Waanzinnig. Echt obsessed. Ik heb even een paar dingetjes gehaald qua eten. Ik ga nu eten. Ik heb dus niet ontbeten omdat ik helemaal zo die mental breakdown had. Blij dat ik de keuze heb gemaakt om niet naar Utrecht te gaan. Want ik wil gewoon nu eigenlijk even niks doen. Nee, heel misschien dat ik nog bedenk. Oh, ik kan even heel snel binnen 5 minuten of 10 minuten even die TikTok filmen. Maar ik heb ook al een hele TikTok gemaakt over dat ik bij mijn nagels zit. Dus die ga ik gewoon editen. En verder, ik ga het gewoon echt een beetje zien en aanvoelen vandaag. Maar I think it's a good choice that I did not go. En natuurlijk echt super dankbaar ook voor Mark. Dat hij zo begripvol is en dat helemaal oké vindt. En er echt geen problemen heeft. Daar ben ik echt heel blij mee. Mark, if you're watching, love you. Maar nee, dus dat is top. Nagelvideo is echt weer super cute geworden. Dus die heb ik net online gezet op TikTok. Ik ga hem ook nog even op Insta zetten. Maar ik ga nu ook deze weer even aandoen. Want die, ja, ik leef in zulke dingen. Die zijn gewoon van de Primark. Echt zo chill. Oh, die jumpsuit. Vandaag komt er ook nog een pakketje binnen met blondeer. En ik denk dat ik heel even mijn buskut weer ga blonderen. En opnieuw groen ga verven. Zodat het morgen helemaal fresh is. Morgen heb ik een opening bij Wondermuseum. En dat is voor een samenwerking. Dus daar moet ik ook een reel van maken. En dan vind ik het toch lekker als het allemaal fresh is. Dus misschien dat ik dat vandaag of vanavond eventjes ga doen. Maar ga ik wel even kijken. Maar er komt dus vandaag nog ergens binnen. Het zou elk moment binnen kunnen komen. Ik heb ook door die paniek en chaos vanochtend zo'n tering ben achtergelaten. Echt niet oké. Okay. Gisteren heb ik lekker mijn beddengoed gewassen. Dus ik ga nu zo mijn beddengoed veranderen. Dus dat is ook wel lekker om dan vanavond een schoon bedje weer te komen, te liggen. Ik voel me nu best wel weer oké. Ik merk wel dat ik gewoon een beetje wat slomig ben. Maar ik voel me verder best wel nu oké. En dat vind ik wel heel fijn. Toch heel erg fijn dat ik de keuze heb gemaakt om lekker thuis te blijven. Zodat ik ook heel even in die eigen zen-bubbel kan blijven. Heel erg de vraag. Vaak de vraag waar ik mijn blondeer bestel en wat ik bestel. Ik bestel het eigenlijk altijd via haarspullen.nl. En wat ik dus altijd bestel is de Blonde Me van Schwarzkopf. Dit is de developer. En dit is de 20 volume 6%. Is eigenlijk heel veel en heel slecht om te doen, maar ik doe het altijd. Dan de Blonde Me Premium Lightener 9+. Dus dit is 9% blondeer, dat is ook heel veel. Maar werkt als een tiet. En nu heb ik dus, denk ik, een goede toner besteld. Pastel Toning Cream in de kleur Ice. Wat dit dus doet, dit kan je bij je blondeer toevoegen. Dan kan je dus je blondeer een andere soort ding geven. Neutraliserende basis. Ik heb dit wel vaker gehad, maar toen had ik een andere. Of is dit gewoon letterlijk alleen een toner? Oh, wacht. Dit is het verkeerde. Nou ja, kan je dit ook gebruiken voor icy blonde hair? Yes. This will do. Ik denk dat ik het zo meteen lekker in de blondeer smeer. En heel misschien dat ik het dan heel even roze verf. Omdat ik morgen zit te denken over een outfitje met roze en geel. Met SpongeBob geel, zeg maar. Daar zit ik nu even aan te denken. Dus dan is roze haar wel cute. Like he's replaced drinking with me. The very effective lingam massage. Because tonight will be the night that I will fall for you. Ik zag net de video's, ik heb dat nu in mijn hoofd. Ik ben echt al, het is nu 4:15 en ik ben echt al heel lang op TikTok aan het scrollen. Ik ben blond trouwens, hallo. Helemaal boeren, eeuw. Morgen ga ik het even kijken welke kleur ik echt ga verven. I look like an alien goddess.
Ik heb zojuist mijn outfitje voor morgen voor de Wonder X Nickelodeon X SpongeBob kamer klaargelegd. Want daar heb ik dus een samenwerking mee. Fucking leuk. Ik heb er al eerder in verteld over mijn vlog toen ik helemaal dat SpongeBob pakket ging unboxen. Maar this is gonna be the look, I think. Here she is. Echt een super heerlijke SpongeBob look. En ik heb deze jeans. Dit is een lange pijp en deze heb ik afgeknipt. Want dit zag ik bij iemand voorbij komen. Zag ik, oh my god, work. En dan met een panty eronder. Deze schoenen. Dus ik denk dat dit een heerlijk lookje is. En ik heb zojuist een mail gekregen dat morgen mijn iPhone binnenkomt. Oh my god. Zo fucking excited. Alleen ik kom er dus even achter dat ik nog geen telefoonhoesje heb. Zo stupid. Dus donderdag ga ik naar Zwolle. Dus dan moet ik echt ook even een telefoonhoesje halen. Desnoods even bij de Apple Store. Zeg maar de iMac Store. Want ik heb nog helemaal geen hoesje. Gewoon nul. So that's not smart of me. Dus dat moet ik echt nog wel even halen. Dus maar morgen komt ze gewoon binnen. Er is een nieuwe morgen. Ik leef echt in dit ding. Maar ik wil er niemand over horen. Niemand. Ik had gisteravond. Het is woensdag trouwens. Ik had gisteravond een video geüpload, want kijk, ik ben niet perfect en ik krijg ook wel eens dia's van dingen die mensen dragen. Maar ik had een video gemaakt, want ik krijg heel vaak een error, eigenlijk altijd een error, wanneer mensen een sneaker aan hebben, zo'n laag, en dat er net zo'n enkel sokje bovenuit komt. Ik heb daar een soort allergie voor, maar dat ik er oprecht gewoon naar van word als ik het zie. En nu zag ik laatst ook iemand, die had gewoon een krok aan en daarin een enkel sokje die net zo onder dat bot bij je enkel zo zit. Nou, oh. En nu heb ik het niet over de footies die net over je tenen in je hak zit. Nee, de enkelsok. En daar had ik een video over gemaakt. Want ik krijg er gewoon helemaal errors van. Bla bla bla. Nou, echt. Vanochtend, ik open het. Mensen helemaal boos op mij, hè. Iedereen. Ja, maar wat zei ik je nou? En als er iemand is die het niet mag zeggen, ben jij het? En ik zei nog in de video, maybe I'm not to judge, want ik draag letterlijk sla in mijn oren. Zei ik in de video. En toen helemaal mensen, ja, wie ben jij om te zeggen? Want jij draagt alleen maar rare dingen. En mensen werden echt boos. En ook helemaal van, ja, maar het is toch wel tegenstrijdig. Want in elke video zeg je, be you, stay you, shine bright, bla bla bla. Ik zeg niet dat het niet mag. Ik zeg niet dat je het niet mag dragen. Je mag nog steeds jezelf zijn. Je mag nog steeds doen wat jij zin in hebt. Maar ik vertel alleen dat ik daar een error van krijg. Maar ik heb de video maar offline gehaald. Want hij had nu 20.000 views. En dat is niet alsof je viral gaat. Totaal niet. Maar het zijn wel gewoon views. En ik denk, oh, als die nu al, zeg maar, overnight. Want ik heb gisteren echt laat gepost. Nu al 20.000 views heeft. Dan gaat hij vandaag sowieso naar minimaal 80. En toen dacht ik, weet je, als iedereen nu al zo boos is, laat ik hem maar gewoon ervan afhalen. Oké, ik was echt weer te lang Sex in the City aan het kijken. En nu denk ik ineens, oh mijn god, ik moet me echt klaarmaken. Want ik wil ook nog een Get Ready With Me, dat ik mijn make-up doe voor TikTok filmen. En een Get Dressed With Me. Dus ik moest heel even opschieten. Nu ga ik even een roze goedje klaarmaken qua haarverf. Zodat het een soort van, I think maybe a pastel pink is cute. Dus dat meng ik even met conditioner. Eigenlijk zijn bijvoorbeeld die haarkleuringen van Directions zijn ook conditioners. Dus daarom kan je ze heel goed mixen met gewoon conditioner. En zo kan je de kleur aanpassen. Want het is een kleurspoeling, dus het is geen haarverf. Dus op die manier kan je dat heel goed doen. En ze zijn mega gepigmenteerd. Dus je hebt echt super snel al een hele felle kleur. Want ik heb nu al eigenlijk te veel verf erin gedaan. Tadaa. Helemaal gaaf. Ik ben ook zo benieuwd trouwens. Nu ik mijn waarschijnlijk vandaag dus een nieuwe iPhone heb. Hoe die gaat zijn. Want ik hoor heel veel klachten over de 16. En dat ook een aantal mensen het hebben teruggestuurd. En dat de productie dus is stopgezet. Zul je weer zien dat ik weet ik hoeveel geld heb uitgegeven aan de telefoon en dat die dus niet fijn is. Nou, dankjewel. Ik ben heel benieuwd. Ik ga het gewoon ervaren. En ja, weet je, als die werkt, hij de foto's goed doet en de opslag goed is, ja, dan ben ik al heel blij. Maar we gaan het zien. Ben ik trouwens de enige
die nu het gewoon weer kouder wordt en alles en je toch geen blote benen meer hebt, dat je ook gewoon even stopt met benen scheren. Ja, ik ben lui. Ik denk, ja, mij niet meer bellen. Ik heb helemaal zoveel moeite. Dus nee, als ik ook niks spannends doe of toch niet aan het daten ben, ja schat, weet je, laat maar groeien die handel. Oké, de kleur is echt fabulous geworden. Echt, I love it. Nu mijn skincare doen, tonnenpoed zijn, dan gaan we aan de slag, hè. Ja, moet ook gewerkt worden. Oké, make-up is done, maar net voordat ik mijn video wilde filmen, kreeg ik dit PR-pakketje van Cursed Cosmetics by Jessie Maya binnen. Met twee nieuwe glossjes. De drie, maar ik heb er al eentje in mijn tas, want die heb ik op. Cinnamon Roll en Jessie. En ik heb de kleur Koens Kiss, heb ik al op mijn lippen. Waanzinnig. Thank you, Jessie. I love it. Meteen gebruikt en laten zien in mijn Get Ready With Me. Nu ga ik me aankleden, want dat moet ook gebeuren. Vandaag is de opening van Wonder Museum X Nickelodeon, want ze gaan een SpongeBob Room openen. Vandaag is de opening, ik ga me daarvoor aankleden, let's go! Ik ben inmiddels op station en ik heb net even een pakketje bij DHL.nl opgehaald van Vinted. Die was gisteren of zo geleverd, dus die heb ik meteen opgehaald. Echt heel erg benieuwd. Ik dacht misschien als ik hem open krijg wil ik een soort unboxing in de trein doen, maar ik moet heel even kijken. Maar het gaat over een soort training slash pyjama broek. Van Moschino en dan de Love Moschino lijn. Dus dat is de wat goedkopere slash op meer kinderlijke lijn van Moschino. Maar alsnog super slee. Dus die heb ik net opgehaald. Dan kan ik waarschijnlijk ook vanmiddag dus mijn iPhone en zo ophalen. Dat is helemaal leuk. Er komt ook een pakketje van Best Secret binnen vandaag. Oh meid, helemaal gaven. Nu ga ik naar de trein. En dan gaan we naar Amsterdam. Super chill. Van Zwolle naar Amsterdam-Zuid kan ik lekker blijven zitten. En vanaf Amsterdam-Zuid puur metro. En dan ben ik er. I love it. Pascal en Jax die zijn er al, want we zijn in Amsterdam aangekomen bij het Wondermuseum. Ik heb de reis overleefd en we zijn er. Ik zie helemaal groot SpongeBob en het is enig. Kijk hoe leuk gedaan dit. Hoi Pascal. Okay, we gaan nu zo naar binnen en ik ben nu al met SpongeBob op het foto geweest. Dit was echt heerlijk. Kijk, daar is de schat. Helemaal aan het poseren die meid. Helemaal boots. SpongeBob. Dus we gaan nu in de rij naar binnen. Ik zit weer in de trein. Het was zo lekker. Ik heb dus bijna niks gefilmd omdat er een losse video van moest maken. Dus ik heb bijna niks gefilmd voor hier. Maar ik denk ik kan wel misschien wat dingen leuk even erin plakken. Maar het was zo gezellig. Ik heb ook helemaal een leuke goodiebag gekregen. Dus die heb ik hier staan. Tada! Helemaal leuke knuffel zit erin ook. Zo typisch. Ik wilde dus zo'n Patrick knuffel hebben. Dus ik dacht, ik koop hem. Zit letterlijk van alle knuffels in de goodiebag de Patrick knuffel. Maar prima, altijd leuk. Desnoods geef ik er eentje aan mijn nichtje. Helemaal gezellig. Maar nee, het was een heel leuk event. Nu lekker op naar huis. Het is gelukkig heel rustig in de coupé, dus dat is echt heel fijn. Nu zit ik lekker gewoon te chillen. Heb ik even een buenootje gekocht en ga ik even gewoon genieten van de reis naar Zwolle. Gewoon van Amsterdam-Zuid naar Zwolle is rechtstreeks. Dus zo. Thuis, hallo. Ik ben even alles net van me af aan het gooien. Mijn schoenen uit, mijn bril af, mijn hoed af, alles. Maar ik heb natuurlijk een hele leuke goodie bag gekregen. Zo cute. En die moest ik natuurlijk even laten zien. Want dit is waanzinnig. Het is helemaal verpakt als een soort Happy Meal. Super cute. Nu zitten er sokken in van SpongeBob. Obsessed. Een Patrick knuffel. En ik, nou ja, de grap is, ik heb dit dus zelf gekocht. Of had ik dat verteld? En dat er, nou, ik heb er dus nu twee, dankjewel. En er zit ook echt superleuk een bellenblaas in. Dat ga ik echt elke dag doen. Maar ook, dus deze tashanger van SpongeBob, hier ben ik oprecht zo blij mee. Jullie weten hoeveel dingen ik altijd aan mijn tas hang. En van tashangers hou en, nou ja, dingen. Ik heb ook nog sokken van Octo gekocht, vond ik ook slee. Dus die heb ik zelf ook gekocht toen ik dit kocht. En ik had voor Jax, het neefje van Pascal, had ik sokken gekocht. Vond ik wel leuk. Dan denk ik, kan ik even die schat even iets geven. Hè? Dan ben ik ook echt gewoon de girl of giving. Dat heb ik echt altijd. Ik wil altijd, koop ik allemaal dingen voor mensen. En ik heb een pakketje van Vinted binnen. En hier ben ik dus heel benieuwd naar. Deze heb ik dus opgehaald vanmiddag. Voordat ik naar Amsterdam ging. Maar nog niet geopend.
But I'm very curious to see. Want Vincent is natuurlijk altijd spannend. Je kan het ook niet retourneren of zo. Dus dan is het altijd heel spannend hoe het eruit komt te zien en wat het is. Oh, het is helemaal lief verpakt met een Stitch sticker en thank you. Ik heb een broek van Moschino besteld, want dat had ik jullie verteld. In een maat XL, maar het is nu nog de vraag of het ook echt daadwerkelijk een XL is. Snap je wat ik bedoel? Oh, het is nog helemaal gold label. Oh, het is bij de TK Maxx gekocht. Gold label. Sleep. XL. Oh ja, dit is wel een XL hoor. Deze is wel heel leuk. Kijk, een Moschino trainingsbroek met de welbekende Moschino Toy Bear. Heel erg cute. Misschien dat hij wel wat aangesloten zit, maar dat is op zich niet erg. Ja, hier ben ik wel blij mee. Die vind ik oprecht heel leuk. En gewoon gloednieuw. Label, alles zit er nog aan. Dat is echt amazing. Good morning. Hi. Ja, het is een nieuwe dag. Weet je, het is helemaal gaaf. Het is helemaal donderdag. Ik ben helemaal in mijn pink fantasy. Ik heb heel even nog gekeken voor mijn iPhone qua levering. Maar ik denk dat die gewoon nog niet geleverd is. Ik heb een account aangemaakt bij DHL Express. En daarin heb ik het vermoeden dat het gewoon nog niet geleverd is. Dus ik ga nog heel even wachten. Nog een paar dagen. En dan gaan we het gewoon zien hoe en wat. En dan komt het vast helemaal goed. Ook voor dat andere pakket wat ik nog vertelde via Shopee. Ik had dus een mail gestuurd en kreeg heel snel een reactie dat het inderdaad verkeerde tracking was. Dus ik heb een nieuwe tracking gekregen wat dus mijn tracking is. Dus één deze dagen kan ik het pakket ontvangen. Dus dat is echt super fijn. Nu ga ik zo meteen klaarmaken. Ik ga naar Zwolle toe. Ik heb eigenlijk geen zin in make-up, denk ik. Maar zul je zien, dan heb ik gedoucht en denk ik, oh, pleuren, maar dat gaan we, ja, eigenlijk denk ik gewoon lekker zonder make-up. Ik wil een chill outfit aan, maar toch wel even lekker gek. Dus ik ga even zien wat ik aan ga trekken. Ik heb misschien ook die nieuwe Moschino broek aandoen. Met mijn Balenciaga crocs, die zwarte eronder. Dan doe ik wel even een petticoat of zo eroverheen. En wat gekke lagen toevoegen. Dus dan straks naar Zwolle. Ik moet heel even een cadeautje halen voor Teddy. Teddy is morgen jarig. En ik haal ook meteen even een cadeautje voor Rosalie. Die gaat ook naar Teddy morgen. We gaan samen daarheen. En Teddy is dochtertje van een van onze vriendinnen. Zeg maar, Joyce is een vriendin van Rosalie en mij. En Teddy is jarig. Goed verhaal. Lekker kort. Dus dan ga ik even een cadeautje halen. Maar ook voor Rosalie. Want zij werkt gewoon letterlijk van maandag tot vrijdag. Gewoon elke dag. Dus dan hou ik het even voor haar op. En dan kan ik het even afleveren in de store. Dus dat is prima. En daarna even langs Finders Keepers in Zwolle. Want wij gaan heel even iets bespreken. Dus daar heb ik ook wel heel veel zin in. Dus dan ga ik haar even meeten. En dan gaan we even wat bespreken. En dat is eigenlijk de planning voor vandaag. Verder heb ik niet heel veel op de planning. Dus dat is op zich wel chill. Ik ben even aan het aankleden. En ik heb nu, ja, kunnen jullie dat zien? Kijk, ik heb nu die broek aan van Moschino. En ik heb die sokken van Essentiel. Dat zijn een soort beenwarmers eroverheen gedaan. En eerst dacht ik, het lijkt net alsof ik een soort kenkels heb. Maar omdat natuurlijk die crocs zo groot zijn, valt het op zich wel mee volgens mij. Dus dat is op zich wel chill. Dus dan is dit een beetje de look. Nu moet ik alleen even nog, denk ik, iets van meer een mouw nog aan hieronder. Anders wordt het wel very frizz. Oh my god, very cute. Ik had nog deze Hello Kitty pyjama shirt met lange mouwen. Dus die heb ik onder gedaan. Die heeft wel een hele andere hals dan dit t-shirt. Maar het gaat puur onder mouw. Heel cute. Love that. Nou, ik ben op station. En ik ga dus nu naar Zwolle. Het is 12:30. Dus echt super chille tijd. Dan ga ik eerst even die dingen fixen. Oh, mijn camera is bijna leeg. Dan ga ik eerst even die dingen fixen voor Rosalie en mij. En dan ga ik daarna naar die afspraak toe. Dus daar heb ik helemaal zin in. Maar het is warm, maar ook weer niet warm. Er staat heel veel wind. Het is lastig. Het is lastig. Maar ja, we zijn er. Dus daar ga ik mee heen. Tijd. And I'm so sorry, but I didn't felt like vlogging in openbaar. Ik voelde het gewoon even niet. Maar ik ben weer thuis. Al best wel een tijdje weer. Ik heb even nog een eitje voor mezelf gebakken. Want ik had niet geluncht. Maar ik heb in ieder geval een cadeautje die ik moest halen heb ik binnen. En ik ben bij Finders Keepers geweest. En ik kan het hier alvast zeggen. Er komen nog wat meer details en zo op mijn Instagram en TikTok. Dus houd het ook zeker in de gaten. Maar 9 november op zaterdag ga ik een closet sale houden in Zwolle bij de winkel Finders Keepers. Het is een vintage winkel
Met ook een koffietentje. En 9 november ga ik daar dus mijn closet sale houden. Ik ga volgende week heel even naar de winkel toe om daar content te maken als aankondiging. Dus als je nog wat meer details en zo wil, volg me zeker op Instagram en TikTok. Om alles in de gaten te houden. Ik ben natuurlijk elke keer ook in deze vlogs gewoon mijn kleding aan het uitzoeken en alles aan het sorteren. En weet ik het allemaal. En zoveel dingen komen er voorbij. Ik moet ook natuurlijk nog alles labelen qua prijs. Ik moet alles nog doen. Dus dan zal ik jullie ook wel even meenemen in de YouTube vlog. Zodat jullie ook de items kunnen zien die er dus in komen. Dat is wel echt heel erg leuk. Maar helemaal gezellig. Eenmaal een closet sale. Dan kan ik jullie gewoon ontmoeten. Jullie kunnen mij ontmoeten. Jullie kunnen mijn kleding shoppen. Maar ook vintage shoppen. Jullie kunnen lekker een koffie doen. Het wordt zo leuk, denk ik. Dit wordt waanzinnig. Maar ja, er moet natuurlijk nog heel veel voorbereidingen gedaan worden. En ook heel veel promotie nog. Dus dat gaan we allemaal even fixen. Maar dit is wel echt super leuk dat dit gewoon gaat gebeuren. En dat ze dit samen met mij willen doen. Heel erg blij mee. Nu ga ik even ultiem chillen, want van mijn tripje naar Zwolle ben ik eigenlijk alweer even helemaal leeg. Natuurlijk ook naar gisteren en dan vandaag en dan even helemaal gek. Dus dat ga ik even chillen. Het is ook 4 uur. Dus weet je, er zit alweer bijna een hele dag op. Even hoi. Kijk, dit is voor de YouTube vlog. Hallo, misschien zie je jezelf dan nog terugkomen. Hoi, oh kijk, iedereen doet het ook, love it. Oh, dit vind ik enig. Hallo! Weer zelfde angle. Niet veel veranderd. Maar ik was natuurlijk, eind van de middag was ik live op TikTok. Dat hebben jullie wel gezien. Maar de avond heeft gevorderd. En Pascal die facetimede mij ineens. Pascal facetimed mij nooit. Wij facetimen niet. Wel de hele dag door doen we videonotes naar elkaar. Maar facetimen, ik was helemaal, wat is er aan de hand? Wie is er dood? Ik denk, hè? Had Pascal waanzinnig nieuws. Pascal is al weken bezig. Om naar de première te kunnen komen van Gooise Vrouwen. Die première was natuurlijk meteen vol. Niemand kon meer op de gastenlijst. Maar het is Pascal gelukt. En wie mag er mee als plus 1? Sas Looks! Oh my god, het is aankomende dinsdag al. Wat echt insane snel is. Zo leuk. Ik heb al helemaal een look in gedachten. Want als jullie allemaal de film hebben gezien, nummer 1. Liefst ook een look iconic uit de serie. Maar ik ben helemaal bij het aan van die trap, sorry. Maar ja. Ik wou wel een iconic look, dus ik wil een Sas Looks inspiratie doen op de stippen / dalmatier look van Yari in film 1. Iconic is die look, dus ik wil mijn haar dan helemaal wit blonderen met een spuitbus of zo, zwarte stippen op mijn hoofd. Ja, en ik wil een volledige zwart met witte stippen outfit. Ik heb een panty besteld met ene been is zwart, andere been is wit. Ik wil mijn stripper heels aan. Ik heb helemaal een plan. Maar ik moet dat dus wel aankomende dagen, dit weekend, dus gaan DIY'en en zo. Dus dit wordt hysterisch. Heel veel zin in. Nu ga ik eigenlijk gewoon chillen. Het is 8 uur in de avond. Super chill. Ik ga lekker mijn bed in. En niks doen. De Vogue docu doorkijken. Aanrader, Vogue documentaire op Disney+. Echt een aanrader. Ik ga dus nu verder kijken. In mijn bed. En dan ga ik hier ook de vlog afsluiten. Dus dankjewel voor het kijken. Altijd onthouden. Be you, stay you, stay you, shine bright. Whatever the fuck you want. Hè? Wat ik ook altijd op TikTok vertel. Vergeet niet te abonneren. Te liken. Meldingen aanzetten. Als jij altijd op de hoogte wil blijven van mijn nieuwe video's. En dan zie ik jullie in de volgende.